2. I think the question should be asked to them, right? Goeie vraag eigenlijk. How do you view talent? So my deepest belief is that everyone has talent. And I think it's a lot more than only the technical or the hard skills. It's also the soft side of the person that you bring in that is of extreme big importance. Sometimes you have to help people to find their own talent because the funny thing is that some people are not aware of their talents. For them it's so normal that they don't recognize it as a talent. Door echt hun goed te vragen, geduld te hebben, ze goed te leren kennen en daarmee te experimenteren. Dus dan moeten ze het ook een keer fout doen. Dat vind ik heel moeilijk, dus ik wil ze heel graag overeind houden net voordat ze vallen. Maar ik weet dat het soms goed is dat ze een keer de kans krijgen om te vallen. En daarmee te leren waar ze nou echt het allerbeste in zijn. So how do you grow the talents in your team? One of the key jobs I have is to allow them to get in the context where they can really put this into practice. So oftentimes that means giving them a new role, giving them a special project where they need to really practice with this. It's easier to make a 9 out of a 7 than a 6 out of a 4. It takes much more energy. De inhoud kan je leren, zeg maar. Maar als je iets doet waar je hart ligt, dan denk ik dat je vanzelf echt gaat excelleren in wat je doet.